ik ben Lilian de Geus en ik zit in Team Allianz. Ik ben tweevoudig wereldkampioen in de Olympische RSX-klasse. En ik ga naar de Olympische Spelen in Tokio en daar ga ik voor goud. Ik sta hier in het topcelcentrum in Den Haag, in de gym waar ik eigenlijk elke dag train. We gaan de glute bridge doen, dat is 30 seconden. Ik pak allemaal een elastische band en we doen het bandje eigenlijk om je knieën en dat is om je billen te activeren. En je gaat met je billen omhoog en daarmee activeer je eigenlijk je hele core. En daarmee train je dus je core en je billen. Nou, ik ga beginnen door op mijn rug te gaan liggen. Het bandje doe ik eigenlijk net boven mijn knieën. Benen ongeveer op heupbreedte. Dus niet te wijd, maar ook niet te smal. Gewoon op heupbreedte. Je armen langs je lichaam. En dan mag je je heupen omhoog. Je hebt eigenlijk een hoek van 90 graden van je knieën. Dus niet te ver naar voren. En ook niet te ver richting je kont. Ongeveer 90 graden. En dit 30 seconden vasthouden. Het is belangrijk om vooral je buikspieren aan te spannen. Dat kan je vooral voelen door met je vingers eigenlijk op je buik te drukken. Dus buik goed aanspannen en je billen goed aanspannen. Oké, we zijn er bijna. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Goed gedaan!